We kunnen er niet voor één ding. Dan moeten we enorm blij zijn. dat van Nieuwkerk niet de Nederlandse dictator is. Dat zou dramatische gevolgen hebben. voordat je het weet. zijn we in oorlog met de Bondsrepubliek. en met België. Maar China weet één ding wel zeker. als ze het doen en Amerika grijpt in. heeft het ook gevolgen voor hun economische status. Enorm. Maar dan heeft het gevolgen voor het geheel van de wereldeconomie. Het is voor iedereen een drama. Kijk, de Oekraïne blijkt al een veel groter drama te zijn dan iemand verwacht had. Dit zal een nog veel groter drama worden voor de wereld. Maar ook voor China. Het verlossen, kunt u mij horen? Nou heeft uh, volgens mij China ook gezegd in die gesprekken met Biden... ja, Taiwan, dat is echt een grens. Daar moeten, ja, we, niet daar moet moeten we het doen. nu eens even over Taiwan hebben. ...hoe waarschijnlijk dat eigenlijk is... ...en wat voor scenario's je daarvoor zou kunnen doorspreken... ...en, en hoe we aan dit zonderlinge probleem zijn gekomen. Ja, want Taiwan is in zekere zin net zoiets als Noord-Korea en Zuid-Korea. Uh, alleen is Taiwan natuurlijk ongelooflijk succesvol... ...economisch gesproken. Ja, ik ben even van hopen op zoek naar een zakdoekje. Oh. Want ik ben ongelooflijk verkouden al tien dagen of zoiets dergelijks. COVID... Okay. Nou, ja, leuk dat je deze Je denkt. Natuurlijk, dadelijk besmet die lome <laughs> dat u te behoort is geweest. Ik heb het gehoord. Ik heb een testje gedaan. Heb je diep genoeg in je neus geroerd? Met dat Man, stof? ik heb er altijd last van het roeren in de neus. Dat het is eng, je, hè? Ik vind dat ook niet ja, fijn. het is een heel onaangenaam gevoel. Klopt, vooral sinds ik heb gelezen dat iemand ooit te veel te diep in zijn neus had gehoord en zo in zijn hersenen had gehoord. <laughs> ik weet niet of dat mogelijk is, maar <laughs> ik, heb, ik ben er altijd bang voor. Maar nee, ik had het weer niet, dus ik zal, als je, ik zal voortaan Nee, wel. ik ben er niet bang voor. Nou. Nee, jij krijgt er toch niks van. Nou, ik hoor wel veel mensen die nu alsnog die zeggen dan, nou. Na drie jaar heb ik eindelijk corona. Dus ja, nee, ik, ik heb ook met ja. gesproken die trots waren. Ja. Dat ze zich eigenlijk ook eindelijk in het leger... de besmetten konden, konden invoeren. Niet waar? Die waren toch best in, wel zien. Nou, dat varieerde erg. Dat varieerde ja. De meeste mensen hebben gewoon een forse verkoudheid... Ja, met lichte grieperen. Moe. Een moeigheid, met... dat heb je er ook bij natuurlijk. Zonder twijfel. Het kan ook gewoon winterse moeheid zijn. Wie zal het zeggen? Ja, terwijl jij uh, die uh, COVID nog even in die zakdoek snuift, nog even een oproepen uh, voor iedereen. Abonneer je even op deze podcast, want dan krijg je al dit moois helemaal vanzelf uh, in je app als er uh, weer nieuwe afleveringen zijn, um, Taiwan. Taiwan, ja. Laten we eerst even de achtergrond van Taiwan schetsen. En waarom dat zo daar zo gek gelopen is, natuurlijk. Taiwan is al in een vroeg stadium door de Japanners veroverd. Niet het Japanse imperialisme, waar als gevolg van het kapitale van Japan in de Tweede Wereldoorlog tenslotte een eind aan is gekomen. En daarna kon Japan zich richten op exportproducten en is daar schat helemaal rijk aan geworden. Net als de Duitsers. He, zoals iemand zo lollig zei aan het eind van de Koude Oorlog, de Cold Wars over Germany and Japan won. He, dat vond ik altijd wel een vrijgeestige uitspraak, eerlijk gezegd. Um, dus in 1895 is Taiwan veroverd door de Japanners. En, en, laten we zeggen, een onderdeel geworden van het Japanse Wereldrijk. De Greater East Asian Co-Prosperity Sphere. En natuurlijk bij het verlies van Japan in 1945 is Taiwan weer teruggekeerd naar China. Maar al vier jaar later verloren de nationalistische Chinezen. onder leiding van Chiang Kai-shek. De burgeroorlog in China van de communisten van Mao Zedong. En toen is Chiang Kai-shek met de restanten van zijn beweging. Is Chiang Kai-shek gevlucht naar Taiwan. En zei vanaf Taiwan: Ja, eigenlijk, is, eigenlijk zijn wij de ware vertegenwoordigers van China. Niet, niet die communisten, dat zijn oplichters en, en revolutionaire, dat is niks. Wij zijn de ware vertegenwoordigers van China. En gek genoeg. Eh, in, uh, bij de onderhandelingen over de United Nations had ook China een zetel in de Veiligheidsraad gekregen. Omdat Roosevelt dacht: Nou ja, China wordt op den duur toch. En het is wel handig dat we ze nu vast een plek geven. Niet waar aan de tafel van de wereldpolitieke geopolitiek. Uh, dus China uh, zat, had een, een zetel in de Veiligheidsraad. En dus ook vetorecht. Dus die nationalistische Chinezen claimden: Dat zijn wij. En gek genoeg, Taiwan heeft dus in feite tot, ik geloof 1979 of misschien eerst tot in de jaren 70, heeft Taiwan die plek in de Veiligheidsraad bezet. Tot de Amerikanen eindelijk, eindelijk tot hun volle normaliteit geraakten en besloten dat het misschien toch handiger was om niet Taiwan te erkennen als China, maar om communistisch China, continentaal China te erkennen. Als China. En dat is ook gebeurd natuurlijk. Dat begint met, met Kissinger die in contact legt met Mao Tse-tung. Nixon en Kissinger samen die dat doen. Op zichzelf een hele nuttige stap. Wat de rechterzijde nog veel kritiek heeft losgemaakt. En daarom was het ook nuttig dat Nixon het deed. Een rechtse president. En per se per kon dat makkelijker doen dan een eventuele linkse president. En in 1979 hebben in feite de Amerikanen, toen is Deng Xiaoping ook op bezoek geweest in China, een enorm succes, en hebben ze de banden met communistisch China hebben ze wat sterker aangetrokken. En vanaf dat moment natuurlijk eh, ja, is Taiwan stap voor stap eigenlijk in een soort isolement geraakt. Dat wil zeggen, de Amerikanen hadden met Taiwan in geloof ik 1954 een defensief... Militair Defensief Bondgenootschap gesloten, daar zijn ze ook bij gestopt. De Amerikaanse troepen hebben Taiwan verlaten. Maar ik begreep wel uit alles dat op de achtergrond... en zonder dat daar nu al te veel rugbaarheid aan gegeven wordt... de Amerikanen wel degelijk uh, Taiwan helpen daar waar dat mogelijk is... en niet al te grote conflicten met de grote buren aan de overzijde van uh, de straat... De straat van Taiwan of de Zuid-Chinese zee, wat je ervan maken wil, eh, veroorzaakt. En op zichzelf heeft Taiwan aan in de industrialisatie van eh, communistisch China... ...een hele belangrijke rol gespeeld. Waarvan een prachtig voorbeeld is het bedrijf Foxconn. Foxconn is een van de allergrootste werkgevers in, in continentaal China... De maker van, uh, kijkt u even op uw telefoontje, dan zult u staan in kleine lettertjes op de achterkant dat het een product van Foxconn is. Ja. Maar Foxconn is van origine een Taiwanese bedrijf. En heel veel uh, succesvolle elektronica producenten in continentaal China zijn van oorsprong Taiwanese bedrijven. Ik neem aan dat ook TSM7, die weliswaar in allerlei opzichten. Uh, niet bepaalde chipsprocedures mag, mag exporteren naar communistisch China. Maar dat dat ook diverse productiecentra heeft in China. En nog steeds trouwens is het de meest winstgevende deel van de Chinese export. Wordt nog steeds verzorgd door buitenlandse bedrijven die productiebedrijven hebben in China. Kun je ook namen noemen daarvan? Nou ja, neem, neem Volkswagen. Iedereen was enorm boos dat die Schultz naar China ging. Hoewel eh, die maar een dagje geweest is. Maar als je dan ziet hoeveel volkswagens er in China verkocht worden. ik geloof elke minuut één of zo, of nog erger. dan denk je bij jezelf. Dan had, ik ook al, eh, ja. wel, dan had ik ook al voor een reisje willen maken. Of misschien niet alleen, daar gingen allemaal handelsmensen mee. Ja, nee, terecht toch? Dat, dat is de koers. Ik bedoel, China is gewoon een. China is geen. Is, is misschien tot op zekere hoogte een geopolitieke concurrent. misschien is gewoon voornamelijk een. Economisch commerciële concurrent. He? En als je ze wil beconcurreren, kun je het, het beste langs die weg doen. Kijk, dat is ineens een actieve grondstofpolitiek in Afrika voeren. Ja. En hebben wij dat dan niet gedaan of zo? Is dat, he? ja, het gekke is dat, dat je daar ook dat, dat punt bij China heb je al heel gauw. Die mogen niks en Amerika mag alles. He? Want dat wordt ook nog wel eens vergeten. Dat Amerika is dan de leider van de rules-based eh, eh, mondiale samenleving. Maar in het land dat zich het minst aan de rules van die, van die samenleving houdt, dat is Amerika zelf. Mensen moeten eens kijken in de Wikipedia hoeveel verdragen, internationale verdragen Amerika niet getekend heeft. Nou, niet wil tekenen. Zoals in Den Haag. Met, uh, nou, bijvoorbeeld. Maar nog, nog riksen van andere dingen. Omdat er daar nooit in de Senaat een tweederde meerderheid voor is. En die heb je nodig om een verdrag wat de Amerikaanse overheid heeft gesloten te bekrachtigen. Dus hoe dan ook. Eh, aanvankelijk waren het dus met die enorme economische expansie van China. Die natuurlijk begint met het aan de macht komen van Deng Xiaoping. Eh, dus dat is ook 1979 zo'n beetje, eh, eind jaren 70 dat. Eh, nemen de contacten, met name de commerciële contacten tussen Taiwan en communistische China, die nemen heel sterk toe. En, en dat is het interessante. Zowel Hongkong als Taiwan hebben allebei natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in de industrialisatie van China. Doordat zij niet waar kijk hadden op de wereldmarkt, geld konden aantrekken, beurzen hadden die functioneerden, nou, enzovoort. Ik moet er nog bij zeggen, Taiwan is, ligt 160 kilometer buiten de Chinese kust. Het is iets kleiner dan Nederland, het eiland. En het heeft 23 miljoen inwoners. En heeft een zeer hoog inkomen per hoofd van de bevolking. Het is een... een, een, een Wonderbaarlijk economisch succes, anders kun je het eigenlijk niet noemen. Ja, veel, veel inwoners, dus ja. daar, op een klein stukje die, land. Die die, hoe heet het? Die, uh, die nationalistische Chinezen onder leiding van Chiang Kai-shek, die is natuurlijk op een goed moment doodgegaan, pas in de jaren zeventig, geloof ik. Stap voor stap is eigenlijk. Uh, aanvankelijk was er sprake van een strakke dictatuur onder leiding van Chiang Kai-shek. Maar stap voor stap is eigenlijk Taiwan een democratie geworden. En dat, dat ziet er heel solide uit tegenwoordig. Al zijn er ook wel beelden van vroeger. dat ze elkaar daar in het parlement lijfelijk te lijf gingen. Als ik het me goed herinner. Maar goed. En tegenwoordig hebben ze ook een keurige president. die vanzelfsprekend volledig opgeleid is in de Verenigde Staten. En maar ook de dochter van Xi Jinping is opgeleid in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft. is hij niet zoveel. Heel veel nieuws onder de zon, als het om een Chinees talig elite gaat. Maar eh, ja, dus Taiwan is een democratie. En Taiwan heeft ook in toenemende mate, dat is natuurlijk niet verbazingwekkend, heeft dat toch wel een soort eigen nationale identiteit ontwikkeld. En blijkt uit alles dat Taiwanese eh, zich ook Taiwanese voelen. Een probleem wat je natuurlijk, je, want je overal bij die, bij die gescheiden naties. Want je kunt wel zeggen. ja, ooit was Taiwan. een onderdeel van China. Ja, dat is waar. Maar door omstandigheden. die nu alweer. Eh, bijna anderhalf eeuw geleden zijn. is het dat geleidelijk niet meer. <coughs> Ik heb geen COVID. Hetzelfde als in Hongkong. Hè? Als je de mensen daar vraagt. voel je je nou Chinees. of voel je nou inwoner van Hongkong? Natuurlijk zeggen ze Hongkong. Daar moeten we zo ook over te spreken komen. Dus ja, die, contacten, die commerciële contacten waren zeer intensief. Er zijn ook, ook, ook met Xi Jinping zijn gesprekken geweest in Singapore... tussen de leiding van, van Formosa, sorry, Taiwan en, en, en Xi Jinping. Dat het, dat het toch ging om, om, om gezamenlijkheid... En, en een gezamenlijke culturele en historische achtergronden. Daar zijn ze, waren ze het allemaal wel over eens. Maar wat ze natuurlijk heeft voorgedaan is dat Xi Jinping eigenlijk eh, afgeslagen is richting een verscherping en verharding van de dictatuur. En dat Taiwan in feite afgeslagen is richting een verdere ontwikkeling van de democratie. En nu wil ik natuurlijk ook het geval dat daartussendoor sluipt natuurlijk het geval Hongkong. Want Hongkong is in 1999 teruggekeerd naar China. En daar werden allemaal mooie praatjes over verkocht van, dat heet geloof ik... Eh, One nation, two systems. Dat wil zeggen, Hongkong werd een deel van China, maar het mocht zijn eigen politieke systeem, een democratisch politieke systeem, mocht het houden. En ja, daar heeft Xi Jinping zich totaal niet aan gehouden. We weten allemaal hoe dit drama is afgelopen, namelijk dat Hongkong gewoon in feite met harde hand ondergeschikt is gemaakt aan het beleid van, van Peking. Beijing, moet ik tegenwoordig natuurlijk zeggen, Beijing. Ja, dus in Taiwan denken ze ook, ja, ja we kunnen ook wel, wel net doen alsof we een onderdeel zijn van China. Maar um, One Nation, Two Systems, dat gaan wij niet doen, want je, weet, je hebt gezien wat er gebeurd is. Namelijk dat je dus, tenslotte gewoon aangepakt wordt en onderdrukt wordt en op een hele vervelende manier. Want ja, we weten allemaal dat de Chinezen op dat punt een heel technocratisch paradijs gecreëerd hebben met gezichtsherkenning en systemen en dat je je best moet doen, en krijg je een puntje erbij. En, ja, tien punten heb je een stroopwafel en Nou, het is, het, is een, het, het is een afschuwelijk soort van dystopie. En, daar hebben we het ook over gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk voor China en ook voor de ambities van China een hele onverstandige weg is om te begaan. Omdat die toch in feite creativiteit. Ook technologische inventie eerder zal hinderen dan zal bevorderen. Dus dat is de situatie op dit moment, dat er nog steeds zeer intensieve, zeer omvangrijke economische contacten zijn tussen Taiwan en het continentale China, maar dat ze natuurlijk politiek gesproken uit elkaar zijn gegroeid en dat wat er in China is gebeurd voor de Taiwanese niet bepaald vertrouwenwekkend is. Je ziet ook in Taiwan dat de meeste Taiwanese die willen er niet aan denken dat ze een onderdeel zouden moeten zijn van China. Maar met name de, de, de zakelijke elite. die, ja, die, is, die ziet de buin natuurlijk wel een beetje hangen. Die, die, zijn, natuurlijk, die hebben natuurlijk. allemaal reusachtige productiebedrijven. in, in continentaal China. En die willen daar natuurlijk graag mee door. en zijn bang dat ze bij een al te onafhankelijk standpunt. van Taiwan dat ze gehinderd zullen worden in hun operaties, hun zakelijke operaties in China. Nu de vraag natuurlijk, omdat Xi Jinping heeft al gezegd, ja, zo uh, Taiwan moet bij China gevoegd worden, nog in mijn uh, bestuursduur. Precies, het moet de komende periode gebeuren. Want het is nou, best wel op leeftijd, toch? Dat zou met zoveel woorden betekenen, eigenlijk, ja, hij is. Zou ik even opzoeken? Ergens in de zestig schat ik. Ik zoek het dus even op. Ik denk een late zestiger schat ik hem. Hij wordt in Taiwan wordt hij altijd Winnie de Poe genoemd. Ja, maar dat vindt hij niet leuk. Ze hebben allerlei komische programma's die overigens een enorm geestige indruk Als je maken. dat op WeChat, de social media van China, zet, wordt het geblokkeerd meteen. Hè? Dat is niet de bedoeling. Ja, er is een, 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 een jongen, een vrouw en een man die ontzettend komische programma's maken waarin. Communistisch China belachelijk gemaakt wordt. Hij is 69. Nou, moet je kijken, dat is vier jaar. En dus hij heeft nu een vijfjarige periode weer gekregen, dus dan 74 is hij dan, nou ja, als dat in de komende vijf jaar moet gebeuren, dat is dan wel een heel interessant gegeven, natuurlijk. Want laten we één ding voorop stellen, als China dat zou proberen om Taiwan te veroveren, dan is dat een gigantisch een gigantische gok. Dat kan totaal uit de hand lopen. Het kan bij wijze van spreken ook een succes worden. Maar de risico's die daarbij genomen worden, die zijn gigantisch groot. De vraag is ook, uh, zal, zal China getroffen worden door sanctiebeleid? Nou ja, we hebben nu ten aanzien van de Oekraïne-conflict gezien... dat dat onder omstandigheden het Westen wel in staat is... om een gemeenschappelijk beleid uit te voeren. Hoe dat zou uitpakken in het geval van... Een Militair conflict met Taiwan, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ja, ik denk even: zou het mijn zoon zijn? Hij heeft namelijk een identieke auto, maar die is het dus evident niet. Of hij heeft besloten eens even te kijken of het huis ervoor staat voor ons door te rijden. Ja, hoe zouden ze, gesteld dat ze het toch zouden besluiten te doen, om, maar nogmaals met, als prealabele. Uh, mededeling, het zou een gigantisch risico zijn. Uh, het zou een immense verstoring betekenen van de wereldeconomie. Je kunt je ook afvragen: is China bereid in feite zijn, zijn eigen uh, hele sterke exportpositie op te offeren aan deze nogal zonderlinge ambitie om, om Taiwan erbij te betrekken en te gaan onderdrukken? Terwijl er natuurlijk hele, hele intensieve economische contacten zijn tussen Taiwan en China. Maar goed, uh, Xi Jinping thought. Uh, <laughs> ja, schijnt, hier, schijnt dit noodzakelijk je, te je maken. Je stipt dat wel erg vaak aan. Is dat zit je niet lekker volgens mij hè? Nee, als je, als je besloten hebt dat het hele land door decent moet worden van Xi Jinping thought. Dan is er iets echt grondig mis. Dat is, dat is toch staal in de grote denker over de toekomst van de wereldpolitiek. Kom op. Maar hij zal denk eh, ik heb hele verstandige ideeën. Dat je die tent runt en dat je de baas bent in het politbureau. Dat is allemaal tot daar aan toe. Hij zal zeker... En nou ja, Xi Jinping, je begrijpt ook wel, maar wordt niet meer tegengesproken. Hij wordt niet helder geïnformeerd over hoe de wereld in elkaar steekt. En met alle gevolgen van dien. Ik begreep dat er eigenlijk een hotline was tussen het Pentagon... En China. Net als in Rusland ja? met de ja. Kremlin. Maar dat de Chinezen vaak niet opnemen. <laughs> dat is ook waar. Omdat ze geen zin hebben? Ja, maar, maar dat weten we dus niet, maar ze nemen niet op. Dus ja, dan zit je wel een beetje met je hotline natuurlijk. als er niet op wordt genomen. Ze kunnen niet faxen. Ja, misschien dat er andere kanalen zijn. Ook nu natuurlijk in verband met die, met die afgezwaaide raket die in Polen terechtgekomen is. Spreek het toch nog steeds in feite vrij snel contacten te zijn tussen Moskou en de Verenigde Staten, waarbij ze allebei meteen uh, dempende, dempende geluiden hebben gemaakt. Omdat ze natuurlijk, als ze doodse bang zijn, dat het conflict uh, verder zou kunnen escaleren met alle gevolgen van dien. Maar goed, dus de, de Chinezen nemen vaak niet op. Ik weet niet precies of het een rode telefoon is, of een, of een telefoon met Chinese symbolen. Ik heb geen idee dat vermelden, het verhaal niet, maar het verhaal. Vermelden wel dat het vaak niet werd opgenomen. Uh, je moet dus als je Taiwan wil veroveren. dan moet je in principe 160 kilometer zee overbruggen. En bovendien begreep ik dat Taiwan heel weinig stranden heeft. die geschikt zijn voor amfibische landingen. Uh, wel schijnt het zo te zijn dat de Chinezen een hele. Uh, hoe moet je dat zeggen? spreadsheet gemaakt hebben. van alle veerponten. Die ze in het land hebben, die ze eventueel zouden kunnen gebruiken. Wat je ook zou kunnen zien als een soort voorbereiding op. En ben je wel voor hetzelfde? Van die ja, je bent, ja, we hebben natuurlijk amfibische uh, apparatuur nodig. En ze hebben helemaal geen amfibische ervaring. En ik begreep dat er op Taiwan eigenlijk maar een paar en vrij beperkte stranden waren waar, waar, waarop je zoiets zou kunnen uitvoeren. Dus dat, dat is ook al een vrij risicovol. onderneming. Nou, ja, via de lucht. Ondernem, dan moet je sowieso al beschikken over superioriteit in de lucht. En dan komt natuurlijk de grote hamvraag, waar we het over moeten hebben. Is Amerika, als het zover komt, bereid om Taiwan te helpen? Ja dan nee. Want het is natuurlijk duidelijk dat uiteindelijk zouden de Taiwanese dat conflict zeker verliezen. Uh, Taiwan had, heeft eigenlijk weinig gedaan aan de modernisering van zijn defensie. En China heeft natuurlijk nu juist in de, vijf, de laatste verlopen 25 jaar. Heeft het zijn militaire apparaat sterk uitgebreid. Dus ja, maar als de Amerikanen natuurlijk. Eh, aan het conflict zouden deelnemen. en bereid zijn om Taiwan te beschermen. dan is de vraag hoe zou het dan aflopen? En ik begreep, er zijn allerlei wargames gespeeld. waarin Amerika bepaald niet de voor de hand liggende winnaar van dat conflict is. En dat heeft weer te maken met een, iets wat je vaker leest. Niet waar, de Amerikanen beheersen de wereldzeeën of de geopolitiek, zo, of je, als je het zo wil noemen. Met van die, van die enorme eh, eh, eskaders van oorlogsschepen in speciale groepen geordend met als centra, centrale punt een van die reusachtige eh, kamp, vliegkampschepen. En die liggen wereldwijd? Carriers. Wereldwijd liggen die? Ja. Er zijn er meerdere van dergelijke gevechtsgroepen. En nou ja, die zouden eventueel bij een conflict daar geconcentreerd kunnen worden in de Zuid-Chinese zee. Maar wat is de bron hiervan, van deze informatie? Ik heb dit allemaal opgediept uit foreign affairs. Oké. Okay. Wat ik in het algemeen, ik heb het al eerder gezegd, een heel nuttig stuk vind. Een heel nuttig tijdschrift vind. Vroeger was het wel erg pro-Amerikaanse de Amerikaanse regering. Maar tegenwoordig staan er vaak hele kritische stukken in. En. Nou ja, het, is, het gaat net een stukje dieper dan, eh, laten we zeggen, de krantenstukken. En ik vond, dit was een heel interessant stuk, ik ben nou hoe het heet. Uh, maar als je het per se wil weten, dan kan, kunnen we de verwijzing kunnen we opnemen. Maar wat ik nu ga vertellen, dat heb ik al veel vaker gelezen. En het idee is eigenlijk dat die erosachtige carriers, dat die kwetsbaar zijn voor die moderne eh, precisie... Eh, Raketartillerie. Een beetje wat we nu zien in de Oekraïne, waarbij systematisch stap voor stap in feite de hele infrastructuur van de Oekraïne vernietigd wordt. Al las ik nu weer wat ook heel verwarrende informatie toch. En eerst hebben we gelezen dat al, al maanden dat de Russen eigenlijk veel van die raketten, van die precisie spullen hadden, ze eigenlijk niet meer, het was al zo'n beetje klaar. Maar ja, nu waren ze in staat om 96 van die dingen af te schieten. Maar nu stond er dan weer na aanleiding daarvan een stuk in, weet ik veel waar het stond, misschien in de New York Times, ik weet niet precies van. Nee, nu waren ze toch wel echt aan het eind van hun Latijn. Maar ja, het schijnt dat die rommel geïmporteerd wordt uit Iran. Ja. En die hebben kennelijk vrij ruime voorraden van die spulletjes. En dat is natuurlijk een land wat we totaal geïsoleerd hebben. Ja, waar Amerika zo fijn besloten heeft om het, het uh, verdrag wat er gesloten was, om, dat, uh, om daar uit te treden. En nu zie je de geweldige fijne resultaten daarvan. Hè? Want als dat niet was gebeurd, denk ik dat Iran niet die spullen aan Rusland zou hebben geleverd. Ook weer zo'n fijn, verzin besluit van wel toch de allergrootste president die de Verenigde Staten ooit gehad hebben, namelijk de Donald. Ja. Kan de, kan op Biden... aanwijzen van rechts- en republikeinen en vanzelfsprekend Israël. Kan Biden dit niet herstellen? Want het is best wel belangrijk. In ja, maar die onderhandelingen hebben een tijd gesleept. Je las er nog wel eens over iets over, maar uiteindelijk is daar niks uitgekomen. Waarom precies de details, daar kan ik je niet over informeren. Ja, Iran wordt nu natuurlijk geteisterd door een opstand. Ja, ik moet zeggen. We hebben al met enige regelmaat van die opstanden gezien in Iran. En ja, nu zegt iedereen: dat, dat moet nu iets uitkomen. Er zal iets uitkomen. Het moet gaan veranderen. Maar ik heb het eerder gehoord. Ik, 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 ik hecht er weinig geloof aan. Dus, nou ja, ik weet verder ook niet zo maar veel van Iran, moet ik je bij, erbij zeggen. Maar ik heb niet de indruk dat, dat dit nu de grote wending wordt waarbij die moela's eindelijk weggejaagd worden. Nee. Ja, je zult er maar gewoon door pastoors gerund worden, dat moet iets verschrikkelijks zijn. Maar goed, gewelddadige pastoors, hè. Want dat is ook altijd bij gelovigen, voordat je pap hebt gezegd, hebben ze je kop eraf geslagen met een zwaard. Of hebben ze je op de brandstapel gezet, of anderszins de heren wel gevallen, geweld toegepast. Was dat vertellen over Taiwan en de aanval daar? Ja, eventuele. ik ben daar verdwaald. zoals gewoon, ja... <laughs> We, dus ja, die Amerikaanse carriers zijn kwetsbaar, zegt men. Maar ja, je mag aannemen dat de Amerikanen dat ook wel hebben kunnen bedenken... ...en dat ze natuurlijk ook, ook in principe zijn, de Chinezen, even kwetsbaar... ...voor precisie met raketten aangedreven artillerie. Dus dat, hoe dat onderling uit gaat pakken, dat weten we dus niet precies. Wordt dat een groot militair conflict... Dan is natuurlijk escalatie is, is licht op de loer. Zullen de Amerikanen bijvoorbeeld die artillerie richten op het, op het valste land of zullen ze zich beperken? Zullen ze proberen escalatie te vermijden à la, à la de Oekraïne? Of, of zeker als het ze moeilijk vergaat, hoe zullen ze dan in principe reageren? Want je begrijpt, als de Chinezen moeiteloos Formosa, sorry, Taiwan zouden kunnen veroveren, ja, dan is dat natuurlijk voor de Amerikaanse positie en in de, in de uh, westelijke Stille Oceaan is dat een uh, waarschijnlijk een vrij rampzalige zaak. Omdat natuurlijk Taiwan een, een deel is van die hele eilandgordel langs de, langs de kust van, van, uh, van China grotendeels en van en van Rusland. En dan, dat, dat zou strategisch wel een enorme klap zijn als Amerika ook op lange termijn dergelijke ambities wil hebben. Maar nou, Azië je... vinden ze heel belangrijk, hebben ze eerder al gezegd. Ja, maar niet alle Amerikanen. Er zijn ook genoeg Amerikanen. Trump, bijvoorbeeld, die heeft weliswaar het conflict met China aangezwengeld. Maar je hebt genoeg Amerikanen die zeggen: waarom zouden wij de politieagent van de wereld moeten zijn? Dat kost een hoop geld. Dat levert het eigenlijk precies op. Maar nou, ook voor de business is Azië belangrijk. Ja, ongetwijfeld. Maar, maar ik weet niet hoe succesvol de Amerikaanse business daar is. Ja, ook de Amerikanen hebben op grote schaal natuurlijk... zeker in het begin van de Chinese economische ontwikkeling... geïnvesteerd in bedrijven in China. Maar ze willen nu ontkoppelen. Dus ja, dan, dan, dan liggen toch die... Die commerciële contacten liggen moeizaam. je hebt dat... wel schaal daar. Je hebt daar veel inwoners. Zowel in China als in India, noem maar op. Zeker, ja. Maar of de Amerikaanse industrie daar nou zijn toekomstige markten zal zoeken... dat weet ik nou niet maar zo net. Dus spulletjes heen... kun je daar altijd verkopen. iPhones zullen ze altijd willen verkopen daar. Ja, dat verlies je, altijd, verlies je altijd van de Chinese industrie. Zeker op dit moment. En je ziet in de toekomst niet zoveel anders. Aangezien de Amerikaanse uurlonen altijd nog van een totaal andere orde zijn een Chinese uurloon. Maar goed, even door met, met uh, hoe, hoe zou dat dan gaan, dat, dat kunnen we dus niet zeggen. Daarom zeggen de mensen, kijk, de Chinezen zouden er veel verstandiger aan doen om in feite een blokkade te organiseren van uh, Taiwan. Uh, Taiwan heeft, uh, moet, moet bevoorraad worden met voedsel en grondstoffen. Het heeft zelf eigenlijk geen grondstoffen en kan zichzelf niet met voedsel in leven houden. Kijk maar eens hoe Taiwan in elkaar zit. Want het is eigenlijk ongeveer de helft van het eiland zijn bergen met bomen erop. En alleen het westelijke stuk is goed bewoonbaar. Dus moet je denken aan het feit dat het kleiner is dan Nederland. Dus dat speelt allemaal een rol. Dus we kunnen het de Chinezen kunnen het blokkeren. Wat doen de Amerikanen als de Chinezen Taiwan blokkeren? Vallen ze dan die Chinese blokkade aan? Dat zou je eventueel kunnen doen. Dan krijg je weer dezelfde vraag: hoe loopt dat dan precies af? Met zo'n blokkade die kan natuurlijk ook heel makkelijk escaleren als je wat schepen tot zinken brengt. Maar je kunt je ook afvragen: kunnen we niet omgekeerd China blokkeren? Want een groot deel van het Chinese voedsel komt van elders. De Chinezen zijn de grootste voedselexporteur, importeur, sorry, ter wereld. En dat niet alleen, ook de olie voor China die komt uit de Perzische Golf. En hoe wordt die aangevoerd door de Straat van Malacca? En dat zal niet alle luisteraars meteen voor de geest zweven, maar die Straat van Malacca kijkt u maar even, is een hele smalle straat en die is goed te blokkeren en die blokkade zou ook goed te verdedigen zijn. Dus je kunt een blokkade van Taiwan kun je in feite beantwoorden met een blokkade van China zelf. En daar loop je weer tegen, loopt China zelf natuurlijk, laten we even ervan uitgaan vanzelfsprekend, dat dat een dergelijke oorlog door China geïnitieerd zou worden. Maar dat loopt onmiddellijk ook voor China aan tegen het probleem dat China net zo afhankelijk is van de rest van de wereld als Taiwan of wij afhankelijk zijn van de rest van de wereld. China kan zichzelf niet voeden. Vandaar ook, heb ik begrepen, dat ook misschien in de achterkamers Xi Jinping tegen Poetin heeft gezegd hou op met dat gekloot met die graanexport. Dat is voor ons eventueel ook interessant. Of te veel graan naar China had, dat weet ik niet precies, maar feit is dat, dat uh, Rusland niet sterk staat bij het verhinderen van die, van die export van, uh, van voedsel. Idem dito, olie. Uh, ja, de Chinezen hebben de Chinezen hebben de wereld nodig om hun immense industriële machine te laten draaien. En de Chinezen zijn net zo verschrikkelijk kwetsbaar als alle anderen als het erop aankomt. En beschikken overigens niet over een zo omvangrijke aanwezigheid op de, op de oceanen van deze wereld als de Amerikanen. Nog afgezien van het feit dat de Chinezen natuurlijk niet beschikken over een zo'n complex systeem van bondgenootschappen. Want, en dat is wel een punt wat aangeroerd wordt en waarom ook die wargames misschien eh, negatief aflopen voor de Amerikanen. Al zullen die ook wel een beetje een, een self-denying prophecy-achtig karakter hebben. Eh, dat is namelijk dat eh, volgens deskundigen China een oorlog tegen Taiwan langer zou kunnen volhouden dan de Verenigde Staten. Omdat China een veel omvangrijker productieve basis heeft dan tegenwoordig de Verenigde Staten hebben. Volgens deskundigen zouden de Verenigde Staten dit niet veel langer dan 14 dagen zo'n oorlog op grote schaal na escalatie kunnen volhouden, terwijl de Chinezen dat wel kunnen. Waarbij ook door sommigen wordt gezegd dat het incasseringsvermogen van China is groter dan dat van de Verenigde Staten. Nou weet ik niet hoe succesvol de, Verenigde Staten, uh, sorry, de Chinezen Chinese de continentale Verenigde Staten zouden kunnen treffen. Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Omgekeerd zou natuurlijk China heel kwetsbaar zijn bij een dergelijke aanval. voor Amerikaanse bombardementen van welke aard dan ook. Even ervan afgezien, laten we hopen dat er geen nucleaire wapens zullen worden gebruikt. Dus ja, als je dit allemaal bij elkaar optelt. dan heb je eigenlijk voornamelijk een reeks van onzekerheden. Maar die onzekerheden zijn, die bevinden zich zowel aan de Amerikaanse als aan de Chinese kant. Zijn natuurlijk afhankelijk van de vraag, a, doen de Chinezen dit? b, zullen de Amerikanen dan Taiwan verdedigen, ja of nee? Nou ja, Biden heeft nu vier keer gezegd dat hij het zou doen. En je mag aannemen dat hij het zou doen, of een opvolger het zou doen, of Trump het zou doen. Dat is wat we niet weten natuurlijk. Of, of, of de wereld bereid is om niet waar. In feite een enorme destabilisering eh, te, te, te laten plaatsvinden om Taiwan te verdedigen, waar op slot van rekening maar 23 miljoen mensen wonen. Hè. Ik geloof in Wuhan ook al 19 miljoen, dus je ziet dat is, de, nou ja, dat, dat is een, een hele ingewikkelde vraag. Eh, zeg maar de valkland vraag moet je de valkland verdedigen? Er wonen een paar duizend mensen, verder nog ik geloof een miljoen schapen. En, en, en in hoeverre moet je daarvoor grote militaire en wereldpolitieke risico's nemen? Idem dito. Nou goed, Taiwan is een iets ingewikkelder en omvangrijker geval. Maar goed, dat kan ik allemaal niet beoordelen, maar dit is de stand van zaken: dat een conflict, een serieus conflict, van welke aard dan ook, ook als het zich zou beperken tot een blokkade bijvoorbeeld, waar Taiwan zeer kwetsbaar voor is, en, maar China even zie je. Uh, dat weten wij niet. No, ik kom terug tot de, begin, tot de beginconclusie. Ja, kun je dat zeggen? Een beginconclusie. Ja, ja. Je begint, dat is in jouw verhaal. Ja, dat het risico enorm is. Ja. Wat heeft Biden eigenlijk gezegd toen uh, Xi zei van... Hey, dit is de grens, als jullie Taiwan gaan, dat pikken we niet. Heeft hij daar in dat gesprek met hem op geantwoord? Dat, dat heb, weet ik niet. Dat heb ik namelijk niet gezien. Hij zal ongetwijfeld hebben geantwoord wat ze altijd antwoorden. Dat, wat je, dat wij kunnen lullen tot we ons wegen, maar Taiwan is China. Is China. Taiwan is China. Ja, bedoel, dat heeft Xi gezegd. Het is waardoor... van ons. Ja, dat dat zegt is Chine wat de Chinezen zeggen. Ja, maar China zijn nu in die gesprekken. Face to face is toch anders dan via zo'n videoverbinding. Luister, Amerika, als jullie hier je mee gaan bemoeien, dan heb je een probleem. Ja, maar zij ook. Zij hebben namelijk ook een enorm probleem als de Amerikanen zich ermee gaan bemoeien. Ja, ja. Dat China in principe een oorlog kan winnen tegen Taiwan, ja. dat geloven we allemaal wel. Maar we zullen dan natuurlijk niet achterkomen wat Biden zegt, maar zijn reactie geeft natuurlijk wel iets aan of, Amerika, of China denkt, oké, okay, we doen het of niet. We nemen het risico of niet. Ja, en dan zou ik zeggen dat de Chinezen op dit moment ervan uit moeten gaan dat Amerika zal interveneren in een dergelijk conflict. Op welke wijze Amerika dat zal doen. Dat weten we niet precies. Nee, maar wel... Dat is ook afhankelijk natuurlijk van uh, welke president er zit. Uh, wat de politieke constellatie is. Dat weten we absoluut niet. Nee, maar China weet één ding wel zeker. Als ze het doen en Amerika grijpt in. Heeft het ook gevolgen voor hun economische status. Enorm. Ja. Maar dan heeft het gevolgen voor het geheel van de wereldeconomie. Ja, en dat zullen ze toch dat, serieus is afwegen. Voor, het is voor iedereen een drama. Kijk, de Oekraïne blijkt al een veel groter drama te zijn. Dan iemand verwacht had, dit zal een nog veel groter drama worden voor de wereld, maar ook voor China. Ja, en als Poetin in uh, Beijing zou zitten, zou hij het doen, maar Xi denkt toch anders. Die denkt toch meer ook aan de economische dus groei. Dat is wat we hopen. Maar vergeet niet dat we datzelfde dachten over Poetin: dat het toch ja. wel een beetje een koele rekenaar was, dat hij niet helemaal krankzinnig was. Vroeg iemand in de reacties, geloof ik, was het wat Gorbachev van. van uh, van Poetin vond Gorbachev was een voorstander van de annexatie van de Krim, maar was heel ongelukkig met de aanval op de Oekraïne. Ja. En toen is hij doodgegaan. Ja. Dus we weten dat niet helemaal zeker. Nee. Je weet het niet zeker in hoeverre ook, ook Xi Jinping zich laat leiden door nou ja, sprookjespolitiek. Nee. En als je een beetje verder redeneert, heeft het natuurlijk ook gevolgen voor ons en voor ASML als er een aanval komt op Taiwan. Want die, die mensen van de ASML zitten ja, daar tegenover. Het gekke is dat in, in een van die stukken eigenlijk met zoveel woorden gezet. de beste garantie. tegen een, een militaire ingreep van, van China tegen Taiwan. is eigenlijk TSMC. Omdat dat bedrijf zal stil komen te liggen, de kans dat ze dat onbeschadigd in handen krijgen. Die is niet zo verschrikkelijk groot. En uh, China is nog veel meer afhankelijk van chips van TSMC dan wij in het westen afhankelijk zijn van de chips van TSMC. Hmm. Dat we het überhaupt allemaal zover hebben laten komen... dat we van één enkel bedrijf in Taiwan zo afhankelijk zijn... is natuurlijk een beetje een vreemde zaak. Maar als dat bedrijf stil komt te liggen, heeft het ook gevolgen voor ASML? Want we hebben gehoord... Zeker, ja, hebben elkaar wij zijn, nee, 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 maar daarom zeg ik... bij een omvangrijk conflict in de Zuid-Chinese zee of over Taiwan... zijn wij net zo goed mede betrokken aangezien wij natuurlijk, als er maar één land afhankelijk is van de conjunctuur van de wereldmarkt, is het Nederland wel. Ja, precies, precies. Je zou natuurlijk kunnen kijken is China nu bezig om daarvoor te sorteren door daar altijd nou ja, te gaan. Dat is dat verhaal over die veerboten. Ja. Ze hebben ze dus alle veerboten in China hebben ze, hebben ze uh, in pleisjes gezet en die moeten allemaal in principe klaarstaan. Ja, maar misschien om, ook wel met dit soort industrieën. Ze dat... hebben ook, ook geoefend en zo, maar ook, ook dat was eigenlijk een kwestie. Uh, is, dit, is dit bangmakerij? Is dit, is dit om, laten we zeggen, intimidatie? Kijk waar we toe in staat zijn. Kijk, we bereiden ons al voor. Uh, er werd ook er werd een vraag gesteld. Is het echt pas spannend als ze plasma gaan verzamelen? Dus als ze ook, laten we zeggen, de medische voorbereidingen treffen voor een groot militair conflict. Dat gebeurt nee. nog niet? Nog niet, nee. Dus dat, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk na te gaan. Ik neem aan dat de Amerikanen... Uh, goed geïnformeerd ja, zijn over precies. deze kwestie. Dat was in Rusland ook zo. Dat was beter dan wij tweeën. Ja. ja, dat weet ik wel zeker. Maar goed, uh, jij, jij volgt uh, de pers goed, dus uh, dan wordt het. Nee, wel ik goed vond op... dit een interessant artikel, eerlijk gezegd. Ja. Uh, ik begreep ook uit dat de bevolking van Taiwan eigenlijk uh, uh, zich er niet verschrikkelijk veel zorgen over maakt. Want ze hebben er al zo lang en zoveel zorgen over gemaakt. Dat, dat de ja, urgentie. Maar dat zegt natuurlijk Dat niet de urgentie veel. wel een beetje weggezakt dat is. In Oekraïne hoorden je dat ook, dachten mensen. Dat doen ja, ze nee, nooit. Nee, dat is waar. Zelfs Zelensky zelf dacht: zal maar zover niet komen. We moeten het ook niet. We moeten ze ook niet uitdagen. Ja, alleen er is misschien wat hoop. omdat Xi toch een ander type is dan, dan Poetin. Denk je nu? Aan de hand van wat je van hem weet. Ja, waar je toch weer tegen een nieuw. En altijd weer bestaand probleem aanloopt. Weer zo'n gigaland met gigaproblemen. Weer zo'n zo duistere dreiging die, die afhankelijk is van één enkele persoon. Hoe, hoe manoeuvreert de mensheid zich zo te, steeds weer zo dat we nu afhankelijk zijn van een 69-jarige dikke Chinees. Poetin idem dito. Ik bedoel de grootst mogelijke ellende in de vorige eeuw is aangericht. Door een Oostenrijker met een lullig snorretje. Dus ja, dat je, wat, wat mankeert ons toch? Wat mankeert de mensheid? Dat we steeds opnieuw, niet waar, dit soort van... dit soort van lui naar de top brengen... die dan tenslotte ongecontroleerd aan gang kunnen gaan. Maar Poetin en Xi zijn natuurlijk niet zelf door het publiek gekozen. Ja, ze doen het wel vermoeden, maar dat is natuurlijk achter de schermen niet nee, zo. Nee, je wou zeggen Hitler is wel... want die, die Oostenrijker met dat snorretje, dat was Hitler... Ja, tot op zekere hoogte. De meerderheid van de Duitsers heeft nooit voor de NSDAP gestemd. Maar de elite was graag bereid om misbruik te maken van Hitler. Ja, maar Xi is niet democratisch gekozen. Nee. Dus die is daar gewoon neergezet. Sterker nog, al deze lulkoek rond Xi, uh, Xi, Xi Jinping. Ik weet nog steeds niet wat hij ja, nee, is. jij zegt het altijd goed. Ik zeg het niet goed. Uh, die... Uh, die heeft natuurlijk juist te maken met het feit dat hij daar de eenhoofdige leiding heeft gekregen. En dat ze van een min of, min of meer voor hun begrip een normaal systeem zijn afgestapt. Ja. Aan de andere kant valt ook vol te houden dat, laten we zeggen, het, de, de, de dictatuur van de partij wel een, een niet, niet laten we zeggen, vrijelijk en totaal zonder iets terug te doen ter beschikking staat. Niet waar, al die, al die honderden miljoenen Chinezen die welvarend zijn geworden in de afgelopen 40 jaar. Ja, daar, daar is wel steeds, toch sprake van een onuitgesproken deal, oké, okay. jullie maken ons welvarend. En dan gaan wij, uh, wij doen niet al te lullig, wij gaan, wij gaan ons niet revolutionair gedragen. Dat zegt de overheid. Nou, die, is deze, deze ondershuidse deal is er. Hmm. Jullie zorgen voor de welvaart, dat hebben jullie prima gedaan en proberen jullie nog steeds. Maar er zijn wel grenzen aan wat wij acceptabel vinden. Okay. Als die welvaart in zou storten. Je ziet het nu al met die, met die totale anti-covid-politiek in China. Dat dat toch, uh, toch enorme weerstanden opwekt. Nog even afgezien van de enorme commerciële pijn die dat doet, die flauwekul. Ja, nog even qua beeldvorming. Ja. Uh, Want dat, uh, daar heeft natuurlijk de partijen NG. Een totaal verkeerd beleid gekozen. Omdat ja. hij gewoon niet vol te houden is. Maar als je ziet in de beeldvorming. los even van wat er achter de schermen gebeurt. hij komt wel over als stabiel. intelligent. Uh, met ja, zo goed... kwam Poetin ook over. Ja, en van Nieuwkerk Weet ook. Weet je wel? Ja, van Nieuwkerk ook, ja. Laten we, we kunnen er niet wel voor één ding. We moeten enorm blij zijn. Dat van Nieuwkerk niet de Nederlandse dictator is. Dat zou dramatisch gevolgen hebben. Voordat je het weet zijn we in oorlog met de Bondsrepubliek. En met België. Ja. Het schijnt ook dat uh, Rutte ook achter de deuren. Met, of achter de schermen met de deuren klappert. Dus, uh... Ja, Rutte schijnt ze er ook enorm op te kunnen winnen. Ja, je rare types toch allemaal. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ben je eigenlijk wel eens boos? Ja, ik ben wel eens boos. Maar, dan ga je, maar, niet, maar niet vaak. Maar ga je dan ook met deuren slaan? Nee, je, ik sla nooit met deuren. En je stem verheffen? Nee. Oké. Okay. Nee. Nee, ik kan op dit... punt. Nee. Dit is eh, allemaal aflevering van de privékeuken, maar... Oké, eh, oké. Okay. Okay. Ik, eh, ik ben niet zo verschrikkelijk, maar ik kan wel, ver, verbaal kan ik wel boos worden, ja. Hmm. Ook wel eens bij de tv? Ik geloof dat ik één keer boos ben geworden, maar daar dat had ik zelf ook al verschrikkelijke spijt van. Achter de schermen? Of... Ja, dat, het ging vooral omdat, dat, 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 naar mijn idee, in dat programma Israël voortdurend uit de wind werd gehouden. En dat ook Israël eh, grondige en structurele kritiek verdien, verdient. Okay. En dat irriteerde mij enorm. Maar het, ik ben vergeten wanneer en hoe, maar ik ben, in mijn herinneringen had ik er spijt van. Oké. Okay. Ik kan iedereen die iets doet bij de televisie, kan ik één ding echt warm aanbevelen: maak je niet boos. Huilen prima. Krijg je meteen 17 briefkaarten. Wat sympathiek is, dat je, dat je in een huilen bent uitgebarsten <laughs> bij zulke een existentiële nou ja, gebeurtenis. Maar zorg dat je niet boos wordt. Je maakt jezelf altijd belachelijk. Goeie tip. Tip van Maarten. Oké. Okay. Ik was trouwens van de week nog bij een presentatie van ASML. En daar lieten ze dus zien hoe lang het duurt voordat zo'n um, hele grote chipmachine in elkaar is gezet. Dat duurt maanden en dat komt dus ook vanuit de hele ja, ja, wereld. Gezien, dan heb je dus ook gezien hoe groot die dingen zijn. Ja, en... Waanzinnig groot. Ja, gigantisch ja, groot. Hij vergelijkt het met auto's, hoeveel auto's dat bij elkaar zijn. En hoe zwaar het ook is. Ja, wat zijn de kosten die we zien? Die kosten ook op sociale beneden, enkele miljoenen, ja, toch? Ja, dat was wel grappig. Er was daarna een hele kritische journalist en die, die zei van ja, ASML knijpt die onderaanbieders ontzettend uit. En dat vindt, doen al deze zeg maar, montagebedrijven. Ja. Hij had ook een boek geschreven over ASML, die man die dat, die, die vraag stelde. Want in de afloop kwam hij nog even naar ons toe. En dan zei hij dat hij die, die podcast van ASML, die wij hebben gemaakt, ook heeft gehoord. Goed, dus uh, Hij wilde nog we... wel zijn boek gratis toesturen. En dan kon <laughs> er misschien nog wat feitjes uit oplepelen. Dus, uh... Oh, maar hij was, was het wel eens met wat wij gezegd hadden. Vonden hadden wij kapitale feiten? Nee, volgens mij, mij klopte het niet In onze dan. beschouwing. Volgens mij vond hij het allemaal wel interessant. Want naar aanleiding daarvan reageerde hij dus met dat boek. Maar dit is dus voor de duik en een journalist, hè? Dit was niet iemand van ASML zelf. Okay. De presentatie werd wel gegeven door iemand van ASML. Dus, um, maar je merkt dat het, dat, dat het bedrijf wel onder hoogspanning staat. Ook politieke belangen spelen een hele grote rol. Ja, ik, ik, meen, ik geloof dat net de staatssecretaris heeft verklaard... dat we ons maar niet zomaar onder druk lieten zetten door de Amerikanen... maar dat we ons eigen beleid zouden voeren. Ja, dat zeggen ze dus altijd. Ik ben, ja, precies. Daarom ben ik heel benieuwd... wat ons eigen beleid precies zou opleveren. Ja. Ja, en ik vermoed ook Maarten dat dit onderwerp voorbij gaat komen tijdens de live podcast op 13 december in Tivoli, Vredenburg. We gaan het hebben over Amerika dan na de Koude Oorlog, maar daar hoort dit natuurlijk ook bij. Er zijn nog een paar kaartjes, dus mocht je erbij willen zijn, het linkje staat in de show notes. Je denkt natuurlijk dadelijk besmet. Die <laughs> Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en... 17.50. Download het luisterboek via de link in de show notes. De hardheid van de wereld draait door beperkt zich niet alleen tot de tv en mediawereld. Ook in het bedrijfsleven gaat het er in de strijd om de beste te zijn hard aan toe. De oudbaas van MediaMarkt vertelt daarover in de podcast Sea level Het gesprek dat ik daarover met hem had vind je via de link in de beschrijving.